Wat is? Opa wordt begraven. Iedereen zit bij het bed. Opa is nog niet helemaal dood. Dus nog een... Er wordt met een balletje gespeeld, met de hond erbij. Gaat opa dood, opa is uitgestegen. Verschrikkelijk. Kist wordt dichtgedaan en de hond gaat mee naar het graf. Ligt 8 dagen erop, weg te kwijnen. Totdat ze erachter komen dat het balletje nog in de kist zit. Wat een triest verhaal. Leuk verhaal. Ja, zomaar een leuk verhaal. Is gewoon leuk. Ja, en balletje. Ook meteen helemaal inleefbaar balletje. Met dat balletje. Ja, hartstikke goed. Causeur die Martin Gauss. Ja. Goed causeur. Hij vergelijkt ook voetballers met honden. Ongelooflijk leuk. Wil ik ook iets van zien. Een goede buitenspeler weet ik ook wel. Dat is een goede windhond. En in de aanval? Windhonden. Snelheid. En de vleugels. Ja. Windhonden, ja. En dan in het midden dan heb je zo'n mastiff. Weet je? Ja. Zo'n Blijenberg van vroeger. Dus gewoon een beetje ervoor staan en als hij omhoog gaat, dat iedereen omvalt. Dus een mastiff. Grote hond. Overmars. Een whippet. Een whippet. Overmars is een whippet. Een Scholten, die blonde, die witte van Feyenoord. Het is een kruising tussen een greyhound, dat is een snelheid, ja. Met een bokser. Taument is natuurlijk... Een koningspoedel. Dan is hij wat groter. Je hebt die dwergpoedeltjes, dat is niks waard. Nee. Hij is een koningspoedel. Weer leuk. Ja. Weer leuk. Ja, zo'n vergelijking. Dat klopt, het is ook een koningspoedel. Is een goede keus geweest, die Martin Gauss, weet je dat van jou? Dank je wel. Zo weer, Karel. Dank je wel.